Ik zag onze volgende gast al aanwezig zijn, Annemarie. Annemarie van Bellegem is nu weer eventjes niet in beeld. Ja, Annemarie. Hi. Hoi. Welkom. We zitten samen op de bank, wat gezellig. Nou, we zitten op gepaste afstand van elkaar. Ja. Ik op de bank, ik mocht relaxen op de bank. En Koen die moest op de fauteuil. Oké, ik zie het. Ja. Ja, heel goed. En ik heb mijn shirt een beetje aangepast, maar het is wel... Het is keurig te lezen, Annemarie. Steeds duidelijk. Ja, helemaal mooi. Goed zo. Heel goed. Fijn dat je tijd kon vinden om in de uitzending aanwezig te zijn. Annemarie van Bellegem, kinderarts sociale pediatrie. In het Amsterdam Universitair Medisch Centrum, nieuwe naam. Welkom. Ik wilde als eerste vraag eigenlijk stellen, want dat weet ik helemaal niet van jou. Hoe lang jij al in dit vak werkzaam bent? Voor mijn gevoel een eeuwigheid. Licht ons eens in. Jeetje, ik moet zelf ook even nadenken. Ik denk sinds een jaar of 2005. Oh, dat is best wel ernstig, hè? Ja, we gaan dat niet uitrekenen hardop. Ja, ik heb eerst mijn opleiding tot kinderarts gedaan en tijdens mijn opleiding... kwam ik eigenlijk in aanraking, in contact met mensen met eetstoornisproblematiek. Mm-hmm. En toen ben ik gevraagd door mijn collega, dokter Teeuw. En zij vroeg of ik interesse had in een fellowship. Dat heet al sociale pediatrie. En daarbij leer je vooral, verdiep je dus vooral in eetstoornisproblematiek. Maar ook in bijvoorbeeld zaken als kindermishandeling of onbegrepen lichamelijke klachten. Mm-hmm. Dat heb ik dus gedaan. En dat is vanaf 2008 zo'n beetje geweest. Okay. Dus toen ben ik me steeds meer druk gaan maken ook over het feit dat ik vond dat de zorg voor mensen met eetstoornissen in Nederland nog niet goed genoeg geregeld was. Mm-hmm. Ik merkte dat daar nog een heleboel dingen mochten en konden veranderen. Ja. En zo zit ik nu hier. Ja. Ja, en daarop inhakend, wat heb je in die afgelopen 15 jaar dan gezien? Toch hardop gezegd. Oh, eventjes. Laten we zeggen, wat is dan de grootste verandering die je hebt gezien? Hè? Want je zegt, er mocht wel het een en ander verbeterd worden. Hè, de zorg is goed, maar kan natuurlijk altijd beter. Wat is dan de grootste verandering die je hebt gezien? Ik denk dat we steeds meer in de loop der jaren naar elkaar zijn gaan luisteren. En elkaar beter te vinden. Ik merk dat, en ik denk dat we daar in Nederland echt trots op mogen zijn. We hebben bijvoorbeeld ook de inzet van ervaringsdeskundigheid steeds meer en beter een plek weten te geven. Maar daarnaast zie je dat de instanties, dus ook zowel lichaam als geest natuurlijk, hè, dus de tweedeling die we hebben in ons zorgstelsel, dat al die schotten die er zijn gemaakt in de zorg, dat we met z'n allen steeds beter proberen die te doorbreken, zeg maar. En dat vind ik gewoon ontzettend fijn om te zien. Ik vind nog wel dat er inderdaad dus van alles moet. Maar ik ben ook al wel blij te zien dat die verbinding beter gevonden wordt. En beter gemaakt wordt dus ook. Ja, goed dat je dat zegt. Het is heel fijn, want ik zie af en toe Marie-Lise in beeld. Dus ik heb wij zien ook af en toe Marie-Lise in beeld. Ja. Al ongeveer drie kwartier. Marie-Lise wil heel graag, dus die komt straks inderdaad aan bod. Al het laatste stukje van jou, want ik weet dat jullie elkaar goed hebben leren kennen. Ik wil graag inhaken op wat jij zegt. Hè. Meer de ontschotting, hè, en dan de verbinding tussen de fysieke en de mentale zorg. Doet mij denken aan, er kwam afgelopen weekend een ongevraagd advies van de Gezondheidsraad aan de minister over die ontschotting. En het feit dat lichamelijke klachten en psychische klachten of lichamelijke aandoeningen en mentale aandoeningen elkaar negatief beïnvloeden, veelal. En dat het zorgstelsel daarin eigenlijk zou moeten veranderen. Namelijk meer de verbinding met elkaar moeten zoeken. Dat ondersteun je, hoor ik je eigenlijk zeggen. Op welke wijze... Sorry. Ik kwam even er schieten af en toe berichtjes door mijn beeld. Oké, die zien wij niet. Maar op welke wijze zou dat het beste kunnen vanuit jouw visie? Want jij zit natuurlijk in een ziekenhuissetting. Dus jij richt je dan met name op de meer lichamelijke aandoeningen in eerste instantie. Hoe zie jij de samenwerking meer met de psychische setting?
Ja, ik denk dat binnen het huidige zorgstelsel hebben we dat ook denk ik voor een deel ook al wel geprobeerd om gewoon letterlijk met elkaar samen aan het bed te staan. Bijvoorbeeld op de medisch-psychiatrische unit, waar dus zowel een psychiater als een kinderarts aan het bed staan. Maar dat is maar één voorbeeld. Ik denk vooral dat het elkaar vinden, dat het meest belangrijk is. Dus dat of je nou in het ziekenhuis bent en daar je patiënten ziet, of dat je in de GGZ bent en daar als patiënt rondloopt, dat we als een team rondom een patiënt gaan staan of iemand met een eetstoornis gaan staan en niet iedereen op zijn eigen vlakje blijft of eigenlijk zijn eigen vakgebied blijft bezoeken. En dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. Dus ja, en praktisch gezien is dat op elke plek weer net wat anders. Want ik denk dat we dat op een aantal plekken ook echt al wel heel erg concreet aan het doen zijn. Dus dat we ook de zorg meer binnenhalen. Dus dat we bijvoorbeeld bij overleggen, en nu kan dat dus ook allemaal heel makkelijk via Zoom en via Teams, dat we op die manier gewoon elkaar ook kunnen horen en zien. Hè? Dus dan heb je natuurlijk al die fysieke barrière een beetje overbrugd, dus die letterlijke afstand. Ja. Ja, en, dat was vaak een groot probleem. Sorry, ja. Wat mij heel erg verbaasde in dit, toen ik dit advies las, waarom gebeurt dat nog niet? We hebben één mens en één mens heeft mogelijkerwijs verschillende aandoeningen. Waarom zien we die nog niet als één, maar wordt dat inderdaad in stukjes gedeeld? Hoe is dat ontstaan? Kun je daar iets over zeggen? Ja, dat is vanuit de oudheid al. Hè. We hebben onder andere Descartes, die zei, die heeft gewoon echt bedacht van we hebben een lichaam en een geest. En daar is jarenlang gewoon ook gedacht dat dat twee compleet aparte entiteiten waren. Dus dan is het ook wel logisch dat je je hele zorgstelsel zo gaat inrichten als dat je oorspronkelijke gedachte is. En we komen natuurlijk steeds meer achter dat dat de interactie tussen die twee enorm groot is. En dat het, bedoel, je brein, het is een ontzettend ingewikkeld orgaan. Zo niet het ingewikkeldste orgaan wat we hebben. En we snappen het gewoon niet zo goed. Dus we snapten ook gewoon nog niet goed die contacten en die connecties die er waren en de invloeden die er waren. En we beginnen wel steeds meer natuurlijk zicht te krijgen op onder andere, hoe werkt dat brein? Wat doet het dan? Wat doet een mens onder bepaalde omstandigheden? En wat doet de geest, maar wat doet ook het lichaam als reactie daarop? En dus ja, voor mij dat holistisch kijken, dat is eigenlijk ook wat we heel erg nastreven. Waarbij ik ook echt hoop dat in de toekomst voor iedereen heel normaal gaat worden. Maar dat is dus iets wat moet gaan veranderen, omdat het al jaren niet zo is geweest en ook niet zo is uitgedragen. Dus ik bedoel, onze hele zorg, als ik kijk naar hoe ik ben opgeleid, dan en met mij nu nog steeds dokters, wij zijn gewoon opgeleid. Dus je wordt uiteindelijk een psychiater. Wij denken heel erg in orgaansystemen. Hè? Dus je hebt een hart, je hebt een aantal longen, je hebt een darmen, je hebt, weet je, dus we hebben allemaal orgaanstelsels. En dokters die specialiseren zich dan op een bepaald orgaanstelsel om te kijken hoe het functioneert. Zo doen psychiaters dat ook voor het brein. Maar het is natuurlijk, wat het allerbelangrijkste is, het is natuurlijk heel goed om iets te weten of heel veel te weten over een heel klein deel van het lichaam. Maar wat je nooit moet vergeten is dat het allemaal bij elkaar jou als mens maakt. Ja. En dat het dus, dat er continu interactie is tussen al die organen. Ja, dat is zo duidelijk. Maar ik denk dat de komende jaren we steeds meer die kant op gaan, dat ook de holistische kijk op de mensen en in de zorg, dat meer de norm gaat worden dan de uitzondering. Ja, mooi. In ieder geval zie je daar dus al wel, jij noemde het al, dat rapport van de Gezondheidsraad geeft dit al als ongevraagd advies. Blijkbaar is het in ieder geval al wel een trend die is ingezet om de mens meer als één te bekijken. Met alle multimorbiditeit, moeilijk woord, te zien. En je zegt het gebeurt ook al. Hè? In dat kader, we proberen ook bij deze WEDAT-uitzending proberen we de verbinding te leggen met de verschillende, niet zozeer de verschillende disciplines, maar wel met de verschillende betrokkenen rondom de patiënt met een eetstoornis. Kun je daar iets over zeggen, wat jij daarin hebt? Want je bent nu in deze uitzending, dus ik mag aannemen dat je dat ook ondersteunt. Waarom vind jij het zo belangrijk om WEDAT te ondersteunen en dus de doelstelling namelijk samen, verbinding? Je vraagt het wel aan de goede, denk ik.
Ik maak me al jaren hard voor het feit dat we elkaar moeten vinden rond... Want ik denk dat een eetstoornis bij uitstek, iemand met een eetstoornis, dat je daar bij uitstek ziet dat lichaam en geest samenwerken. En hoe sterk die interactie is. Dus dat, en verdrietig maar waar, maar dat juist mensen met een eetstoornis vaak enorm oplopen tegen al die schotten. En die toch een beetje ouderwetse gedachten die er heersen over lichaam en geest. Dus ik probeer me al heel lang hard te maken voor... verbetering van de zorg en dan op elk vlak. Maar dan vooral voor mensen met een eetstoornis, omdat die denk ik op heel veel gebieden tegenaan lopen dat ze niet nergens echt op hun plek zijn. En dat is een van de dingen waar we nu mee bezig zijn, is natuurlijk Kate. Hè. Ik weet niet of ze nu al geweest zijn. Nee, of ze komen straks. Ze komen zometeen. Ja, maar dat is denk ik de ketenaanpak, de landelijke ketenaanpak voor verbetering van de zorg voor patiënten met eetstoornissen. Daar zijn we nu een jaar ongeveer mee bezig. En ik merk dat dat ook al echt een enorm positieve spin-off begint te krijgen. En ik hoop natuurlijk, kijk, want dat merkt de patiënt nu nog niet. En dat merken de ouders nu misschien nog niet. Maar dat gaan we natuurlijk wel in de toekomst merken. En heel concreet, wat ze daarvan gaan merken, is natuurlijk dat er sneller zorg geboden wordt. En dat mensen minder lang moeten wachten. En ook hopelijk beter passende zorg. En niet meer tussen verschillende instanties moeten heen en weer rennen en racen. En dat is natuurlijk wat we hopen. Ja, ja, mooi. Ja, daar horen we straks inderdaad meer over bij het gesprek met Anke Wammes en Monica Scholten en Peter Dijkshoorn. Wat jij ook noemde, wat ik ook wel belangrijk vind om te horen, is jouw visie op de inzet van ervaringsdeskundigheid. Want daar zijn de meningen in het eetstoorniswerkveld over verdeeld. Jij zegt, ik ondersteun dat. Kun je aangeven wat jij daarin belangrijk vindt, de inzet van ervaringsdeskundigen hierin? Nou, ik denk wat een heel groot probleem is vaak bij zorgprofessionals, of kan zijn, ik moet het wel goed zeggen, is toch het onbegrip wat dan weer ook effect heeft op de attitude. Dus hoe iemand ook kijkt naar iemand met een eetstoornis. En dat stukje haal je weg bij iemand die zelf een eetstoornis heeft gehad. Die stapt vaak al op een ander level in. En die kan natuurlijk ook beter, denk ik, op dat vlak aansluiten. Maar dat wil niet zeggen dat iemand die dat niet heeft doorgemaakt dat niet zou moeten kunnen ook. Hè? Want dat wil ik wel ook onderstrepen. Maar wat daarnaast natuurlijk een ervaringsdeskundige ook vooral uitstraalt, is hoop. Hoop dat je kan herstellen van een eetstoornis, ook dat je goed kan herstellen. En soms is het zo hard nodig, juist ook om die laatste stap te zetten, dat iemand die het proces zelf ook heeft moeten doorstaan, je daarbij een beetje helpt en begeleidt. Mm-hmm. Het is natuurlijk ook altijd belangrijk dat je kijkt waar iemand in het proces zit, of het passend is en... Dus het is voor iedereen denk ik ook weer net wat anders. Mm-hmm. Dus het kan zeker meerwaarde hebben. En werken jullie daar in het ziekenhuis ook mee, met ervaringsdeskundigen? Ja, we werken met... We hebben niet in het ziekenhuis zelf ervaringsdeskundigen aangesteld, maar we werken wel met instanties die met ervaringsdeskundigheid werken. Ja. Okay. Koen, heb jij nog een vraag? Ja, ik zit nog met dat verschil tussen lichaam en geest. Je hebt gezegd van, er zijn nog wat ouderwetse gedachten, maar zijn er nog echt beroepsgroepen of grote belemmeringen of mensen, dus zijn er nog mensen die vinden dat lichaam en geest niet gekoppeld moeten worden? Nee, ik kan natuurlijk niet voor andere mensen spreken, maar ik denk wel dat dat onze maatschappij nog steeds heel erg gericht is op die tweesplitsing. Kijk alleen maar hoe de zorg praktisch ingericht is. Hè? Want de GGZ zit vaak op een aparte plek en dan zit dan los van het ziekenhuis. Of er is wel mogelijkheid om naar de GGZ te gaan binnen het ziekenhuis. Maar toch zitten daar dus ook weer muren tussen, letterlijk, en afstand tussen. En ik denk dat wat je ook merkt is dat... dat heeft heel erg met toch ook houding te maken. Dus echt... van hoe kijken wij naar bepaalde dingen, is dat hoe we naar geestelijke ziektes kijken is toch echt anders dan hoe we naar lichamelijke ziektes kijken. Ja. En dat is niet nieuw, dat is iets wat al ontzettend lang leeft. En ik denk dat dat vooral voortkomt vanuit onbegrip. Er wordt toch een beetje, lullig gezegd, maar neergekeken op geestelijke ziektes. En
toch wel, wat je vooral bij mensen met een eetstoornis merkt, is dat daar heel lang de gedachte heerste dat het natuurlijk toch een soort van aandachttrekkerij was. En gelukkig is dat beeld enorm aan het veranderen. Maar ik hoop dus ook dat dagen als deze daar in bijdragen. Want ja, geloof me, dat is wel het laatste wat er speelt bij iemand met een eetstoornis. Dus ik vind dat wel, ik vind dat heel belangrijk. Maar de beeldvorming die er is, als het gaat over psychische of geestelijke ziektes en lichamelijke ziektes, dan daaruit blijkt gewoon dat het echt nog niet op dezelfde wijze bekeken wordt. En ik denk dat dat vooral dus ook geldt voor dokters. En ja. Niet alleen voor dokters, maar ook voor gewoon heel veel mensen nog in de maatschappij. Ja. Maar ja, je hebt ook wel mensen die zeggen, oh, het zit tussen je oren. Ja, alsof je dat met plezier tussen je oren stopt, als het al zo is. Maar ja. Dat soort argumenten. Ja, maar weet je, het zit ook tussen je oren. Maar dat is denk ik wat mensen ook vergeten. Bijvoorbeeld dingen als pijn beleef je in je brein. Ja. Ja, alleen dat, kijk, ons brein is ons machtigste orgaan. Dus alles wat wij waarnemen en hoe wij in ons leven ons bewegen, komt voort en wordt geregistreerd in ons brein. Dus zonder brein ben je niet. Ja, nee. Zonder hart ben je ook niet. Het is heel, heel simpel, maar het is meer het labeltje wat er aan geplakt wordt van het zit tussen je oren, je bent gek. Als in, je hebt daar zelf ook een bepaalde invloed op en wij snappen het niet, een stukje. Nee. Dus ik vind, als iemand een gebroken been heeft, wordt dat heel makkelijk. Ja, dan is dat een geaccepteerd fenomeen. Ja, je hebt gewoon dat zit nooit tussen je oren. Ja. Nee, dat klopt. Dat is aantoonbaar iets in je lijf. Maar we komen natuurlijk wel steeds verder ook met onder andere neurobiologie. Dus dat we steeds meer gaan snappen van hoe het brein functioneert. Ja. Dus ik hoop oprecht dat we over niet al te lange tijd ook uit kunnen leggen waarom mensen doen wat ze doen met een bepaalde aandoening, geestelijke aandoening. Ja. Nou, ik hoop dat uiteindelijk dat gaat echt meer begrip kweken, dat geloof ik echt. Ja. Nou, ik hoop dat uiteindelijk vooral de beleidsmakers als laatste denken van, oh, nou moeten we die muurtjes dus echt gaan slechten. Dus, je had het net al even over... Ja? Ik zei ik geloof ook echt dat dat gaat veranderen, maar ik zie inmiddels ook dat dit soort processen, die dus al honderden jaren zo zijn, dat het tijd nodig heeft om die te veranderen. Ja, nou, laten we er met z'n allen een steuntje aan meegeven vandaag ook weer. We hadden het net al even over ervaringskundigen en het betrekken daarvan, maar er is ook nog familie, die zijn eigenlijk ook ervaringskundigen, want die zien vanuit een hele andere optiek dat. En we hebben aansluitend aan jouw gastschap, hebben we Marie-Lise Roiglin, die was al net in beeld. En heel misschien is het leuk om jullie even samen, jullie kennen elkaar, om haar erbij te halen. En dan misschien even over de rol van familie in het behandelproces te hebben. Dag Marie-Lise, hoor jij ons? Ik hoor jullie maar. Ik hoor... Ja. Hallo lieverd. Kijk, nou zo durfde ik er niet te introduceren. Als... dat doe ik dan even. Oké. Marie-Lise, volgens mij zit er een soort vertraging op je lijn. Want ik, ja, klopt. Ah ja, nou. Dat gaan ze regelen. En tot die tijd proberen we een beetje met pauzes te spreken. Ik zal jou even, zeker zolang dat nog niet goed is, even introduceren. Als je het niet erg vindt. Marie-Lise is de moeder van een dochter met een eetstoornis die aan een eetstoornis is overleden. En dat net in een periode dat haar dochter zo graag het leven wilde oppakken. Dat verhaal is indrukwekkend weergegeven in de documentaire Emma wil leven. En Marie-Lise is aanwezig ook in het programma Op Afstand om vragen te beantwoorden en om van gedachten te wisselen. Want hoe treurig ook het verhaal van Emma is, er is wel, dat hebben we al vaker gehoord vandaag, er kan veel hoop zijn, er is ook hoop en veerkracht en nou, daar hebben we het over. En ik weet vanuit mijn achtergrond dat ouders, dus om dat even het bruggetje te maken, ouders die hebben nog wel eens wat te klagen over behandelaren. En behandelaren die vinden soms ouders, die hebben niet de kennis, hè? Die horen er ook maar bij. Hoe zien jullie dat onderling? Volgens mij hebben jullie elkaar al gevonden gezien de begroeting Dag Lieverd. Maar kunnen jullie daar iets over zeggen?
In de hoop dat de techniek inmiddels goed is. Annemarie, mag ik jou eerst het woord geven? ja, natuurlijk. Ik denk dat je... Kijk, weet je, ik denk dat gedurende het hele behandelproces sta je als behandelaar en ouder feitelijk naast elkaar, maar wel tegenover een enorme uitdaging. En dat is dat, dat die eetstoornis beslag heeft genomen van een mensje, zeg maar, een mens. En dat, dat zorgt wel dat er een gezamenlijk doel is. Namelijk, je wil dat degene met de eetstoornis herstelt en kiest voor het leven en voor het leven zonder eetstoornis. Dat wil niet zeggen dat je elkaar daarin niet af en toe flink, ik denk ook wel echt, ondanks dat je het gezamenlijke doel hebt, natuurlijk een andere emotionele band hebt met dus de zoon of dochter of met dus de patiënt of cliënt. Maar ik hoop echt ten alle tijden dat de zorgprofessionals beseffen dat je het samen moet doen. Dus dat je juist elkaar moet vinden. Dat je goed moet proberen te luisteren naar elkaar. En toch altijd maar weer die gezamenlijkheid ook moet opzoeken. En ja, en dat gaat met ups en downs. Want ja, weet je, een eetstoornis, en zeker als het zo verdrietig is dat iemand daaraan komt te overlijden, weet je, ja, hoe heftiger dan dat wordt het niet. Dus ja, dat is een emotionele rollercoaster. En dan komen altijd vragen als hadden we niet. En dat geldt denk ik voor iedereen die bij het proces betrokken is. Maar het allerbelangrijkste blijft in welke relatie dan ook. Of dat nou dus patiënt en ouder is of dokter. En maakt me niet uit. Het gaat altijd erom dat je met elkaar praat. En probeert respect te tonen voor elkaar. En dat, ja, ik hoop dat lukt. Dat zal niet altijd naar wederzijds tevredenheid lukken. Maar ik hoop wel dat de intentie altijd daar is. En ik denk dat ieder ouder, of de meeste ouders in ieder geval gelukkig, of verzorgende van iemand met een eetstoornis, dat die toch ook echt vechten voor de gezondheid van hun kind of partner. En daar ook alles voor over hebben om dat vaak weer goed te krijgen. Ja. Mm-hmm. Zie je dat ook zo, Marie-Lise? Ja, En is daar nog veel in te winnen? Niet zozeer bij Annemarie, maar wel in het algemeen. Nou, ik denk dat je elkaar... Kijk, je hebt allemaal, denk ik, een gemeenschappelijk doel. En dat was in ons geval Emma, om Emma te helpen om beter te worden. En je kan niet het zonder elkaar doen, maar je hebt elkaar nodig. En je hoeft het daarin ook niet altijd met elkaar eens te zijn. Maar het is wel belangrijk dat je naar elkaar kunt luisteren. En ondersteunen en ook kunt en durft aan te geven hoe moeite hebt met keuzes die gemaakt worden. Denk dat iets niet goed is of wel goed is. Of ook als je durft of kunt aangeven van hoe heb je het niet goed gaat of wel goed gaat. Dat daar vertrouwen in is, in elkaar. Om te zoeken naar een weg voor, in ons geval voor Emma of voor de patiënt, dat vind ik altijd zo denkend. Om te hopen dat hij beter kan worden of een weg te vinden hoe hiermee om te gaan. En als dat niet zo is, ook te mogen hopen en te ondersteunen. Sorry, je laatste deel van wat je zegt valt een beetje weg, maar... Gaat het? Verstaat. Nu weer wel, maar ik vat het nog even samen. Je gaf aan van nou, het is heel goed van belang ook die verbinding te zoeken en elkaar te ondersteunen, ook al ben je het niet altijd eens. Dat geldt voor individuele gevallen, maar ook ik kom uit een wereld waar heel veel over protocollen en dan is het heel fijn dat we allemaal standaarden hebben, want dat is de wetenschap en daar volgens dat handelen en als we dat zomaar doen, dan is het goed.
Ik weet niet of ouders en systeemleden altijd al in die protocollen staan. Maar hoe kijken jullie daartegen aan, tegen dat soort standaarden van, nou, als we het zo en zo precies doen, volgens de richtlijnen, dan zal alles goed zijn. En is daar nog verbetering op te halen? Ik weet niet of jij eerst wil, Annemarie? Nee hoor, vertel. Ik hoor graag wat je te vertellen. Nee, het is heel goed dat er protocollen zijn, maar ik denk altijd dat is een leidraad. En voor de een kan het heel goed werken, maar het kan ook wel eens zo zijn dat het niet werkt. En dan is het ding zoeken naar een weg wat wel voor diegene werkt. Ja, ik denk dat belangrijk bij elke ziekte, of dat nu een kanker of een gebroken been is, dat je toch ook moet kijken wat het individueel, wat het ja, bij de individu doet en betekent. En of het voor het individu werkt. Want uit onderzoek of protocol kan blijken, ja, dat doen we altijd. En 80% werkt het. En misschien bij de 20% niet. En dan is het, daarom heb je elkaar ook zo nodig om te kijken, wat helpt dan bij diegene wel? Wat kunnen we doen? Daarom denk ik ook dat de samenwerking, de behandelaar en ik, zo belangrijk is. Helder. Ben je het daarmee eens, Annemarie? Ja, volledig. Ik bedoel, we hebben natuurlijk een zorgstandaard en we hebben richtlijnen, maar een gouden standaard, zeg maar, een behandeling waarbij we 100% garantie op herstel kunnen bieden, die is er gewoon simpelweg niet, helaas. En ik denk dat wat je merkt is natuurlijk ook, het blijft gewoon mensenwerk en maatwerk in mijn optiek. En natuurlijk is het zo dat je bepaalde stapjes moet zetten, hè, omdat we daarvan ook weten dat dat nodig is. Hè. Bepaalde aspecten in de behandeling die horen er gewoon bij. We snappen natuurlijk dat zowel lichamelijk als geestelijk dus aandacht moeten krijgen. Maar je moet denk ik ook als behandelaar durven zeggen dat op een bepaald moment als die stapjes die je gezet hebt uiteindelijk niet tot dat doel leiden wat je wil, dat je dan toch ook verder kijkt dan datgene wat je allemaal in je protocol hebt staan. Ja. En natuurlijk, er moet gewoon, denk daarom, en dat zou natuurlijk fantastisch zijn voor de toekomst. Dus financiering van meer experimenteel onderzoek daarin is natuurlijk is ook gewoon nodig. We moeten denk ik ook steeds beter proberen te begrijpen waarom iemand met een eetstoornis doet wat hij doet. En ook daarin proberen dat in de behandeling te betrekken. En zodat we uiteindelijk wel naar 100% herstel, nou, of in ieder geval zo'n groot mogelijke kans op herstel kunnen werken. Want ik denk dat de boodschap die wij natuurlijk altijd willen uitdragen is een boodschap van hoop. Maar daarnaast is er helaas nog, is het wel zo dat een eetstoornis nog mensenlevens vraagt. Dus dat blijft heel ingewikkeld. Maar zover als ik nu, zeg maar de ervaring die ik dus heb in al die jaren, net over hadden, vind ik dat je moet gewoon goed blijven nadenken en met elkaar het er ook over hebben. En evalueren, dus terugkijken. Ja. Wat is het effect geweest van wat we hebben gedaan? En zo dus proberen er doorheen te komen. Ja. Ik heb dat wel een vraag voor jullie allebei misschien ook. Van, ik weet dat Marie-Lise het heel fijn vindt om hoop te bieden. En jij hebt het ook over hoop. Ja. Terwijl het is een hele ernstige ziekte. Als ik in mijn vriendenkring en er wordt dus een grapje over een eetstoornis gemaakt, dan zeg ik altijd, weet jullie wel dat daar best wel erg veel mensen aan overlijden? En dat weet men dan vaak niet. Dus het is echt een heel ernstige ziekte. Dus er gaan mensen aan dood. Marie-Lise, haar dochter. Hoe zeg je aan patiënten, mensen die daar nu mee kampen en die een beetje op hun dieptepunt zitten, hoe leg je die uit dat er toch altijd hoop is? Of dat je veerkracht kunt hebben en dat je daar genoeg over van kan hebben. Terwijl iemand ook best wel makkelijk kan zeggen, ja, nou ja, maar kijk wat er kan gebeuren. Ja, ik vind het wel mooi, Marie-Lise, want ik denk, misschien mag ik hem ook bij jou neerleggen. Ik wil er zelf ook nog wat over zeggen, maar
Weet je, ik denk, jij hebt meegemaakt wat de grootste nachtmerrie is van een ieder ouder. En toch ben jij als geen ander telkens weer ook degene die zegt, ik wil dat jullie hoop uitstralen. Of ik wil juist hoop meegeven aan mensen die midden in het proces zitten. Dus ik denk dat niemand beter dan jij kan uitleggen hoe dat dan werkt voor jou. Ik heb eigenlijk laatst hoop gehad. Maar dat kwam Emma zo graag wilde. Ook al zag ik tegen beter weten in van, die kans is heel klein. En dat ik het ook kan respecteren en zelfs waarderen als een. Is, het is op, dit kan ik niet meer. Maar ik hoop dat mensen altijd willen blijven zoeken naar wat hun wel kan helpen. Ook al is dat iets waarvan de meeste mensen denken, dit is, maakt niet uit. Weet je, het gaat, hè, wat jij net zei, zoek naar maatwerk. Kijk, het eten staat niet. Het eten is een uiting van iets. En het eten staat voor iets, voor een manier om het leven dierbaar te houden. Of iets. Misschien heb je iets heel naars meegemaakt. Maar blijf zoeken wat. Ook al is het een heel klein dingetje, hè? En wat iemand net zei van. Ik moet op korte termijn, lange termijn. Ja. Blijf daarin zoeken wat jou kan helpen. En zoek de mensen op waar jij je veilig bij voelt. Jouw vertrouwen geeft. Het zijn soms hele kleine dingetjes. Ik weet dat de eerste keer ging het bij Emma ineens weer goed. Stond ze bij haar zusje op het hockeyveld te kijken naar wedstrijd. En toen moest ze om iets. Heel erg lachen. En ze zei, wil ik? En dat gaf haar kracht om weer meer te gaan eten. En dat kan voor andere mensen heel anders liggen. Blijf zoeken. Iedereen mag er zijn. Juist. Ja. Dus ook al loopt het soms verkeerd af, er is echt altijd reden en altijd echt aanleiding om hoop te vinden. Zo. Dat durf ik niet te zeggen. Hè? Voor iemand kan het ook, die zo lang gestreden heeft. En het kan ook op zijn. Ja. En dan hoop je alleen maar dat iemand in rust en vrede mag gaan. Ja. Maar tot die tijd is er wel reden, is er altijd hoop te vinden. Hoop ik dat veerkracht. Iemand altijd, ja, dat hoop ik. Ja. Want er zijn zoveel wegen die naar Rome leiden en er is niet één weg. Juist. Nee, er zijn 100.000 wegen. Ja. Maar bij Rome kun je, hoop ik, uitkomen. Ja. Ik denk zelf altijd, je kan het altijd nog een keer proberen. En ja. Dus dan kun je daarmee voort. Maar ik weet niet of jullie dat ook zo in de behandeling doen. Maar... Soms lukken. En dan verdriet er ook, moet je dat ook respecteren. Ja. Ja. Nou ja. Ja, ik denk ook, als ik daar nog wat op mag zeggen, ik denk dat het is niet voor niks de uitdrukking hoop doet leven. Ik denk dat, en dat geldt voor iedere ziekte, of het nou over kanker gaat of over anorexia, als je bij mensen in het begin al vertelt dat er geen kans op overleven is, kan ik je vertellen dat het geen succes wordt. Nee. En het is ook niet een realistisch beeld, want ik bedoel, dat is ook gewoon echt niet zo. Gelukkig kunnen we ook zeggen dat heel veel mensen goed herstellen van een eetstoornis, maar helaas is het dus wel zo dat dat soms niet lukt. En dan is dat het grootste verdriet. Maar dat wil dat niet zeggen dat mensen niet alsnog moeten blijven hopen. Juist.
En dat, en ik vind dat echt, denk ik, de allerbelangrijkste boodschap. Je kan herstellen. Je kan echt herstellen van een eetstoornis. En dat voelt raar, weet je, misschien ook omdat dat Emma het niet gered heeft. Maar ik weet wel dat vanuit haar nalatenschap, zeg maar, en alles wat er momenteel voortgekomen is, ook door dat initiatief, ook juist weer heel veel hoop heeft gegeven. Ja. En dat maakt het denk ik ook zo bijzonder. Dankjewel. Ja. Die herstellen gelukkig ook heel veel mensen. Nou, we hebben vandaag al een hele rij mensen voorbij zien komen die echt dat, bij wie het goed gaat en die anderen een steun in de rug geven en ook die hoop en verbinding uitstralen. Dus dat is, en jullie ook weer. Dus dat is fantastisch. Mm-hmm. Dus volgens het programma hadden we al afscheid moeten nemen van Annemarie en gaan we door met Marie-Lise. Maar ik weet niet of jullie elkaar nog, we kunnen gewoon ook nog even samen verder gaan. Of als jullie elkaar nog wat te vragen hebben, je denkt van nou, dat zouden kijkers van elkaar moeten horen. Dan is dat welkom. Anders dan zou ik zeggen, Annemarie, hartelijk dank. Maar ik weet niet of jullie nog iets elkaar willen bevragen of... Nee. Mag ik anders wat zeggen? Wat zeg je? Mag ik anders wat zeggen? Ja, graag. Nou, wat voor Emma en voor ons heel fijn en denk ik ook heel belangrijk is geweest, is in welke episode Emma ook in haar ziekte zat, dat haar artsen daar altijd in terugvallen. Wat er ook was voor Emma en ik denk ook als ik van mijzelf spreek, heel prettig en belangrijk. Wij kennen Emma uit de goede fase, uit de minder goede fase. Maar dat je daar op kan terugvallen en altijd kan aankloppen, heeft, denk ik, of je diegene bent, heel veel vertrouwen, veiligheid ook, dat je terecht kan als je daar behoefte aan hebt. Mm-hmm. Dat je nooit, je daarin niet, ook al voel je je zo ontzettend eenzaam, in je strijd, dat er iemand is waarbij je terecht kan. Mooi. Dat heel waardevol kan zijn. Dank. Ja, dat. Ja. En dan. Dat raakt mij enorm. En ik weet het ook van jullie. En ik weet ook. Ik denk dat dat ook bijna de basis is van het samen deze ziekte proberen te bevechten. Is dat je elkaar vertrouwt en er bent. En niet probeert, ook als het moeilijk wordt, op te geven. En blijft praten. En ik hoop als mensen, andere mensen die hier in het vak zitten, dit meenemen. Dat ben ik al heel gelukkig. Ja. Ja, dat hoop ik echt. Ja. Oh. Ja. Mooi. En dan wil ik de vloer wel echt aan Marie-Lise geven. Want het is echt jouw tijd, lieverd. Okay. Zeg ik het weer. Hey, super bedankt, Annemarie. En succes met alles waar je mee bezig bent en alle behandelingen. En tot een andere keer. Dankjewel. Ja, en maak er een mooie dag van. Ja, doen we. Tot nu toe is het gelukt, denken wij. Ja, maar, zeker. Dag. Dankjewel. Doei.